Voordat ik naar bed met een man. Het was heel anders dan ik dacht. Ik weet niet wat ik had verwacht. Misschien de climax van het geluk. Misschien een groot spektakelstuk. Ik dacht, let op, nou wordt er een Apollo gelanceerd. Maar het was niet zo. Ik dacht, verkeerd. Was dat nou alles? Is dit de clue van het bestaan? Waar alle liedjes over gaan? Was dat nou alles? Was dat nou alles? Waar elke dichter over schrijft? Is dit de kurk waar de boel op drijft? Was dat voorlichting gehad vanaf mijn tiende. Ik wist wat alles was en waar het verdiende. Maar wat die boeken van Jezus op mogen schrijven. Je leert er niet van wat een penis is. Je voelt het pas wanneer het menis is aan de lijve. Was dat nou alles? Is dit nou waar de maan voor heeft staan schijnen sinds eeuwen en eeuwen en eeuwen? Is dit nou waar de vrouwen op zuchten en kwijnen sinds eeuwen en eeuwen en eeuwen? Is dit nou waar de rozen voor gluren sinds eeuwen? Waar moralisten om twisten en kerken tegen schreeuwen? Sinds eeuwen en eeuwen, die ene daad waar alles om gaat. Is dit nou het neusje van de zalm, de krent in de pap, het vet van de ketel, de frap van de grap, de pit en het merg, de top van de berg, de doel van de tip, de vlag op het schip, het grote geheim, het zak. De room in de koffie en het happy end. Was dat nou alles? Het glanspunt van een repertoire. Ja, ik weet het niet, ik vraag het maar. Want zelf kom ik er niet mee klaar. Was dat nou alles?